Hartelijk welkom mannen, Reino hier van Oor die Kole. Vandaag het ons sosaties op die menu. Ja, mense, sosaties. Sosaties is een baie persoonlijke ding, je weet, allemaal maak hom verskillend, maar je kan hem of lekker maken of je kan hem niet zo lekker maken. Maar om hierdie sosaties vandaag gaar te maken, gaan ons net nou saam met julle deurgaan hoe om dit te maken. Maar die ding wat ons gaan gebruiken, die braai wat ons gaan gebruiken, is een open vuur braai. Nou die braai wat ons hier het, is die nimmebeer. Dat zijn mannen, ons het hom nou so pas uitgepakt, so kom ons sit hom gauw vinnig aan mekaar in. So wat ons hier het, is ons het hier so een pootstelsel soos die, dan het ons een bak. Die bak kom, hy glij bak so in. Hang het aan die een kant vast, en tel jou kiekje op, en dan staan hy stevig vast. Dan het jy vier pennetjies, wat jy hier so in sy kniere insluit, wat hy kan lekker vast staan. Dan sy. Dan het hy so klein rakkiekie hier so, wat jy jou rooster of so kan opzet. Hy het staanrip houer, soos dit. Ja, aan die kant toe. Waar jy op staanrip kan opzet, dan het hy ook hierdie spasieerders, soos dit, waar jy jou toeknijprooster kan opzet. Daar zijn man, ons het drie braai opgeslaan. Hierdie braai is een toeslaan braai, wat beteken, hy kom in een baie netjiese sak soos die. Die braai se naam is die Namibier. Hy het 200 grade, grade Celsius verf op, so dit beteken ook, hy gaan nie afbrand nie. Goed vir kampeer, die weet as jy wil gaan kamp, of langs die see gaan braai, hy vul baie netjies op. Hierdie braai, sy naam is die Namibier, en hy is beskikbaar by Outdoor Center. Alright, kom ons wys gou vir jou hoe om hierdie goed aan mekaar te sit. Dit is baie belangrijk om jou sosaties stokkie te week in water van omtrent so uur vooraf. Dit sal verhoed dat zodra jy jou sosaties braai, dat jou sosaties vleis nie aan die stokkie moet vastsit. Ons vat een stukkie ramp, ons druk die sosaties stokkie deur. Brisket vet, en dan weer een stukkie ramp. En so gaan jy nou aan tot en met wanneer jy op die einde kom, wat dan weer een stukkie vleisiekie sal wees. Die rede hoekom ek my bees net spies met sout en peper is, op die einde van die dag wil ek al my bietjie van die bees ook proef. Ok, die volgende is nou lamsosaties. Onthou man, as jylle jylle sosaties reig, dit moet eintlik een kindswerk wees. Hy moet natuurlijk baie mooi lyk, maar kom ons kyk, fokus op die tafel en sien wat daar aangaan. Met my lekker saus hier, hy is een baie ryk saus, sit ons eers een stukkie lam in, een stukkie ui, natuurlijk, geel en rooi peper, net vir die kleur, en dan weer een stukkie vleis. Een stukkie ui, ach, soma, net omdat ons wil, is tomatiekie, peperkie, en dan weer vleis. Weer een stukkie ui, en nie om so baie groente te eet, dan sluit ons hom af met nog een stukje vleis. Ons lamsosaties is klaar. En laastens vir die dag gaan ons hoendersosaties maak. Kom ons kyk wat gaan jy aan. Weer eens, een stukje vleis, een stukje green pepper of yellow pepper, net vir die kleur, een tomatiekie, dan weer een stukje vleis, green pepper en yellow pepper, dan het ek hier so ingeweekte appelkoosies, dan weer een stukje vleis, frikleerde tomatie, en dan sluit ons hom af weer met een stukje vleis. Dat is hy. So lyk dit, my beesosatie, my hoendersosatie, en my lamsosatie. Nou gaan ons braai toe.
Dan zijn ons eerste batch te maken. Ons saties is nou al klaar. Nou, skep ons hulle basis net in een mooi boortje uit. Eerst die hoenders saties. Die lam saties. Och, mannen, die goed lyk fenomenaal. En dan die beest saties. Alright mannen, ons het hierdie sosaties het ons nou so pas slag, maar kom ons kyk hoe lyk hulle. Hierso is die beest sosaties, lam sosaties en hoender sosaties. So dit is nou tyd om te proe. Kom ons gooi sommer lekker, ons gaan 'n bietjie van alles proe. Cheers mannen. Hierdie sosaties is lekker sag. Hierdie gedroogde appelkose, hy bly 'n wenner. Nou volgende. Lamsosaties. Cheers. Kry ons sommer so hier van die stokkie af. Wenner, dit is een wenner daai. Beest sosaties, natuurlijk een lekker stukje veekie by. Cheers. En jy kry die beest smaak. En die vet. Moet ek hom net eers een slik kry. Manne, hierdie resept gaan julle nou kry. Hy is 'n wenner. As julle volgende sosaties kompetisie het, gebruik hierdie resept. Ek glo en ek vertrou julle sal wen. Cheers.